Dit is mijn vijfboog, juf. Ja, doe met ons mee met Janna. En zijn de zoete zusjes staan weer klaar. En welkom in de klas. Ga lekker zitten allemaal. En het is vandaag een hele leuke dag op school. Want vandaag zijn de papa's en mama's ook in de klas. Ja. Janna is er. Dagje. En de papa van Janna is er. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd wie er eigenlijk beter kunnen leren op school. Zijn dat de kinderen? Ja, de kinderen gaan winnen. Of zijn dat de papa's en mama's? Ik ga winnen. Woehoe. Wat denk jij? Wie doet het beter op school? Nou, we gaan het vandaag helemaal uitvinden in mijn klas. We gaan allemaal dingen leren. Geef nog even snel een duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En dan gaan we beginnen met de dag. We gaan lekker leren. Yeah. Tijd voor de knutselles. Leuk. Oh, dat vind ik altijd zo heerlijk op school. Lekker knutselen. Jullie gaan op dit mooie vel een regenboog maken. Van papier en karton. Hoho, dit wordt leuk. En lijn. En met lijn moet je altijd een beetje voorzichtig zijn. Pas op met de lijm, hè. Doe ik je. Want dat is heel erg plakkerig en vies. Klein beetje lijm. Niet te veel. Heel voorzichtig. Klein beetje doen. Klein beetje. Ga maar lekker aan de slag. Ik snap het, juf. Komt helemaal goed. Ho-ho! Dit wordt leuk! Wow! Hey. Gaat het goed, papa van Janna? Gaat lekker, juf! Ho-ho! Dit is het leukste wat ik ooit heb gedaan! Dit wordt mooi! En klaar! Ik zit vast! Heb jij niet voorzichtig gedaan met die lijn? Heb je heel veel lijm gebruikt? Ik zeg nog zo voorzichtig met die lijn! Ik had maar een heel klein korreltje lijm gebruikt! Ja, hij zit hartstikke vast. Ga jij je handen maar even wassen. Oh, leuk knutselen, hè? Laat maar even de regenbogen zien. Dit is mijn regenboog, juf. Mooi, hè? Oh, nou, dat is prachtig geworden. Echt een mooie regenboog. En de papa van Janna, hoe ziet die van jou eruit? Oh, nou ja, kleurig. Kleurig en bont. Een bonte regenboog, zal ik maar zeggen. Het alfabet. We gaan verder met leren, want wat vinden we nog meer leuk? Het alfabet natuurlijk, die moet je ook kennen. En kijk eens even, hier staat hij en ik ga even kijken of jullie allemaal goed kunnen opletten. Ja, dat kan ik. Het zijn een heleboel letters, 26. En de eerste is de A van appel. En daarna krijg je de B van boot. Ja, wisten jullie dat allemaal? Ja. De C, dat is citroen, klinkt een beetje als een S. Maar het is een C, de D. En de saus, de J. Waar is de J van? Janna, die weet jij? De J van Janna. Goed zo, Janna. Of natuurlijk van Jojo. De K is van... kussen. De K is van konijn. Ga lekker slapen. De L is van laars. De M is van muts. En de N is van noot. De S is van stoel. Of van... nee, van slaap. Zit daar nou iemand te slapen? Papa van Janna, word eens wakker. Oh, wat is het? Wakker worden. We gaan verder met de les. Zo. Oh, zo. Zo. Beter opletten voortaan, hè, papa van Janna? Waar waren we? Het alfabet. Oh, het alfabet. En nu gaan we iets heel leuks doen. Wij gaan namelijk letters leren met het nieuwe Zoete Zusjes Letterkwartet. Ja, Letterkwartet. En met spelletjes kun je ook heel veel leren. Dit zijn allemaal kaartjes. En er staat overal een heel mooi plaatje op. En ook een letter. En die moet je natuurlijk bij elkaar gaan verzamelen. Als je met z'n drietjes bent, zoals wij, dan kun je gewoon de hele stapel opdelen. Als je maar met z'n tweetjes bent, dan moet je even de gewone kwartetregels gebruiken. Die kent iedereen wel. Eentje voor papa, eentje voor Janna, eentje voor de juf. Oh, wow. Nu mag je elkaar om de beurt een kaartje vragen. Ik begin. Even kijken, kijk, ik heb hier van de S heb ik al saar. Maar ik moet nog sok en soep en sop. Janna, ja? Heb jij van de S de soep? Nee, die heb ik niet. Oeh, dat is jammer. Dan ben jij aan de beurt, Janna. Papa? Ja? Heb jij de J van Janna? Heb ik? Yes! En heb je ook doe je van juf? Nee, heb ik niet. Oh, ballen. Heeft u van de bal? Oeh, ja. Ik heb de be van bal. Alsjeblieft, die is voor jou. Hey, bingo! Nee, niet bingo. Nee, we spelen kwartet. Letterkwartet. Oh, kwartet? Ja, ik dacht bingo. En je hebt een kwartet, dan mag je nog een keer. Janna? Ja? Heb jij van de kus? Ja, alsjeblieft. Ja, ik heb jatzé. Nee, jatzé. Ook geen jatzé. We spelen letterkwartet. Ook goed. Maar je hebt weer een kwartet. Juf? Ja? Heeft u misschien van de muis? Ja, ik heb de van muis. En dat betekent... 4 op rij! Yes! Poep, poep, poep. Nee, geen jatzé, geen bingo, geen 4 op een rij. We spelen letterkwartet. Oh, kwartet. Letterkwartet. Je hebt nog een kwartet. En als je dit thuis nou ook leuk vindt, dan kan je natuurlijk dit letterkwartet snel gaan halen. En dan kan je zelf ook letters leren. Superleuk. Lekker spelen en leren tegelijk. Oeh, kijk eens even hoe leuk. Wij gaan heerlijk schilderen met elkaar, jongens. Oeh, leuk, je. Oeh, heerlijk. Lekker creatief bezig zijn. Wij gaan een mooi landschap maken op een echt schilderij. Ik heb mooie kleuren verf voor jullie en een kwastje. En daarmee mag je heerlijk een landschap gaan schilderen. Nou, ga lekker je gang. Geniet ervan en maak wat moois. Ik ben heel benieuwd. Ik begin met een regenboog. Papa en Janna, wat ben jij aan het doen? Ik maak ook een landschap, juf. Gaat het goed, papa en Janna? Supergoed. Iets rustiger. Even voorzichtig bij de verf. Rustig. Niet te hard. Voorzichtig. Voorzichtig. Hou het een beetje netjes, hè? Gaat goed, juf. Het maakt u zich geen zorgen. Leg je gevoel erin. Alles komt erin, juf. Oh. Alles moet ook weer opgeruimd worden, hè? En een beetje goed. Wordt het mooi? Supermooi, juf. Als dat maar goed komt. Ja, en de tijd is om... Nu al? Janna, hoe ziet het eruit? Dit is het geworden, juf. Mooi, hè? Oh, Janna met mooi. Een boom en de regenboog en een zonnetje zelfs. Nou, heel erg leuk gedaan. Ja, die gaan we ophangen straks, hoor. En de papa van Janna, wat heb jij? Een heel mooi landschap. Oeh, hè? Wat is het? De regenboog en een boom en de zon. Echt? En dat allemaal door elkaar heen. Oké, ja, ik kan het er niet helemaal uithalen. Vond je het leuk, de les? Heel leuk. Nou, dat is in ieder geval iets. Ik denk dat ook Janna dit weer net een tandje beter heeft gedaan. Papa van Janna. We gaan verder met de rekenles. En wie kunnen dat nou het beste? Zijn dat de papa's en mama's? Of zijn dat de kinderen? Ja, wij! Daar gaan we nu achter komen. De eerste som gaan we eerst maar eens even proberen bij de papa van Janna. 1 + 1. Oh, dat is een makkie, juf. 1 + 1 = 5. 5? Nee, dat is geen 5. Probeer het nog maar een keertje. 1 erbij 1. 1 erbij 1 = 11. 11? Nee, hoe kan dat nou? Geen 11? Ik heb 1 bekertje. En er komt nog een bekertje bij. 1 bekertje plus nog een bekertje. Hoeveel bekertjes heb je dan? Ah, 2 bekertjes. Juist. 1 + 1 = 2. Oh ja, nu mag ik. 4 erbij 3 = 1. Oeh. Ik ga eerst 4 bekers neerzetten. 1, 2, 3 en 4. En nu moeten er 3 bekers bij. 1, 2 en 3. En nu moet er 1 beker af. Zo. En nu hebben we er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Het antwoord is 6, juf. Ja, dat is inderdaad 6. Ik zet snel een 6 neer. Woehoe. Ik heb het goed. Heel goed, Janna. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Erbij 0. Erbij 0. Ja, niks. En dan 5 eraf. 5 eraf. 1, 2, 3, 4, 5. 1, juf. Heel goed, papa van Janna. Oh, het komt wel goed, hoor, met de papa's. Inderdaad. 1. Helemaal goed. Gaan wij snel door met de volgende les. De dierengeluidenles. Woehoe. Ik heb een dier en jullie mogen vertellen wat voor geluid hij maakt. De papa van Janna. Wat voor geluid maakt een aap? Ik weet het. Nou? Miauw. Miauw? Nee. Nee, een aap zegt geen miauw. Geen miauw? Wie weet wat een aap zegt? Ik, juf. Janna? Oeh, 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 oeh. Ah, juist, een aap zegt oeh, 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 ah, 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 ah. Ja, dat is inderdaad een apengeluid. Gaan we even door met de volgende. Misschien dat de papa van Janna die wel weet. Papa van Janna, welk geluid maakt een vis? Een vis doet... Auw. Nee. Nee, dat is ook lastig onder water, om dat te horen. Janna, weet jij misschien wat de vis zegt? Blip, 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 blip. Beetje belletjes uit zijn kieuwen. Ja, en uit zijn mondje. Heel goed. Oeh, nou, papa van Janna. Weet jij dan misschien wat voor geluid een olifant maakt? Weet ik. Ja, dat komt uit het slurren van de olifant. Toch? Door zijn slurf? Kun je nog één keer doen? Ja, dat geluid komt uit zijn slurf? Ja, dat is denk ik niet goed. Nee, wie heeft iemand anders? Ja. Ik denk Janna. Janna, heb jij een idee? Juist, een soort toeter hè, door de slurf. Ja, en de laatste. Daar gaan we. Wat voor geluid maakt een koe? Nou, papa van Janna, kom op, je kan het. Ja, die weet ik. Nou? Woe, 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 woe. Nee. Nee, dat zegt de koe niet. Wel toch? Een koe blaft niet. Nee, dat is een andere boerderijdier. Even kijken, Janna, weet jij het dan misschien? Boe. Inderdaad, de koe zegt boe. Ja, ik dacht dat ik ze kende, maar het valt dan toch vies tegen, hè, zo onder druk. Ja, dan ga je toch, haal je 9 dierengeluiden door elkaar heen. En Janna heeft het heel goed gedaan. Goed zo, Janna? Woe! Hey, de schooldag zit erop. Maar wie is nou het beste op school? Nou, ik denk dat ik dat wel weet. En ik denk dat de papa van Janna dat ook wel weet. Want de kinderen zijn het beste op school. Yes, ik heb gewonnen. Woe! Maar goed dat die naar school gaan iedere dag. En niet de papa's en mama's, want die maken er maar een boeltje van. Vond je dit filmpje nou leuk? Geef nog even een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En als jij ook zin hebt in Letterkwartet, deze kan je natuurlijk op je lijstje zetten voor Sinterklaas of Kerst. Of je haalt hem bij de boekhandel. Dan kan je ook lekker letters leren.